Nou, we hebben een plan gemaakt in 2015. Toen was er een crisis, en toen konden we ook geen woonwijk realiseren. Maar wilden we alleen een mooi evenement gaan organiseren. Het goede nieuws is dat we nu uit de crisis zijn, dat we wel een hele mooie woonwijk kunnen gaan realiseren. Daar moet je een grondexploitatie voor openen en die is verlieslatend. Dat is zo, omdat we daar eigenlijk weinig woningen bouwen, hè, 660 woningen, en extra investeren in de openbare ruimte. Er komt daar een prachtig arboretum met een bomenbibliotheek van A tot Z, maar dat kost natuurlijk wel extra geld. Alleen dat al kost 3 miljoen extra. Maar het doet nu net alsof die woonwijk opeens dit jaar bedacht is, maar dat is natuurlijk niet zo. Vanaf de start van de Floriade zat die woonwijk al in de plannen. Dus waarom moet er nu 7 miljoen euro extra naar die woonwijk? en nou, het was toen wel het plan. Maar A, we hadden nog geen ontwikkelaar waarmee we die ook geld wilden gaan investeren in deze wijk. En B, we hadden dat nog niet financieel verwerkt. Dus die 660 woningen leverden gewoon minder op dan gedacht. Uh, ja, dat klopt. Maar de gemeenteraad heeft een duidelijk kader aangegeven. We bouwen hier 660 woningen. Uh, en daarmee komen we uit op deze grondexploitatie. Politieke keuze om er niet meer te bouwen, ja, dan betekent het wel 7,6 miljoen euro verlies. Dat klopt. In de toekomst zou dit gebied ook uh, meer nog kunnen gaan opleveren als u gaat toestaan, of als u de gemeenteraad gaat toestaan, dat er meer gebouwd gaat worden. Want een extern deskundige zegt zelfs er kunnen nog zeker duizend woningen bij komen. Is dat ook de bedoeling? Dat dit een veel grotere wijk nog gaat worden? En dan levert het wel behoorlijk wat meer geld op. En nou, de gemeenteraad gaat daarover. Die hebben mij als wethouder een duidelijk kader meegegeven. gegeven. Er mogen hier 660 woningen uh, komen. Uh, maar het. Ik kan me voorstellen dat de gemeenteraad daar ook nog eens een keer naar gaat kijken. En gaat kijken, willen we in de toekomst ooit nog uh, uh, het bestemmingsplan aanpassen? Maar dit is uh, aan de gemeenteraad. Nou ja, het kan behoorlijk wat opleveren. Hè? Zeker nog de duizend woningen erbij. Dat zou 35 tot 40 miljoen euro extra kunnen opleveren. Nou, dan bent u zeker uit die 7,6 miljoen. Uh, ja, wij zien het als college ook als investering in de toekomst. En je kunt zeggen: die investering gaan we op een andere manier betalen. En je kan zeggen: die investering willen we graag uit dit gebied uh, halen. Dat is aan de gemeenteraad. En ik wacht ook graag af wat de gemeenteraad hiervan vindt. En er komt geen cent meer bij. Dit is het. Uh, ik denk dat we nu alles boven water hebben. Uh, ik heb geen glazen bol, uh, helaas. Maar ik zal er strak op sturen om ervoor te zorgen uh, dat dit uh, uh, ook het bedrag is waarvoor we het gaan doen. Ja, voorgangers van u zeiden dat ook, hè? Uh, ja, u heeft nu een nieuw gezicht uh, te tegenover u. En uh, dit is wat ik kan doen.